Yo, goedenavond. We zijn weer even met een korte update. Ik ga er eventjes bij zitten. Het was eigenlijk de bedoeling om vanavond nog heel eventjes een korte livestream te doen, maar die gaat niet door. Dat heeft er meer mee te maken dat mijn microfoon het in één keer voorzien hield. Ja, je wilt niet weten, dit filmpje heb ik denk wel 13 keer opgenomen. En op de een of andere manier, ja, af en toe kapt hij ermee voor een paar seconden. Dat is heel irritant, want dan heb je dus, dan vertel ik iets en dan is de paar seconden stil en vervolgens horen jullie weer iets. En ik denk dat het iets mee te maken heeft dat ik heb de software geüpdate en iets gaat er niet helemaal lekker. Maar goed, kan ik weer lekker een heel avondje aan de slag om dat uit te gaan zoeken. Maar goed, ik dacht dan maak ik meteen even een update video om jullie op de hoogte te stellen. Het is namelijk een ja, flink hectische week geweest. Ja, jullie hebben gezien, ik ben meerdere keren live gegaan. Ik heb in totaal iets van 3 keer heb ik, een livestream gedaan. Dat moet ik eerlijk zeggen, er was ook iets te veel van het goede. Maar goed, ik moest wel dingetjes uitproberen. En ja, de bedoeling is ook wel om er straks wat meer structuur in te brengen. Ik neem even een slokje van mijn koffie. Dus ik heb nu echt een beetje impulsief, dacht ik 5 minuten van tevoren van joh, laat ik maar live gaan. En ik snap dat het voor jullie fijner is als ik dat van tevoren aankondig. Dat gaat ook zeker gebeuren. Maar de planning is een beetje om tot eind december een beetje aan te klooien. En dan vanaf januari er iets meer structuur in te brengen. Ja, zo hebben jullie bijvoorbeeld ook op het kanaal, je ziet hier al op het scherm staan, er zijn een aantal trailers. Die heb ik geüpload op het kanaal van Booming Games, Push Gaming, Stake Logic, Indigo Magic. Er volgen nog een aantal andere. Ik ben me van bewust dat het voor jullie niet heel interessant is, maar ja, ik heb dat meer voor mezelf gedaan. In de zin dat ja, als ze op YouTube staan, kan ik ze makkelijker doorsturen naar de game providers en dergelijke. En ja, die vinden het wel leuk als ze dat soort introotjes te zien krijgen. En ja, er zijn nou maar weten er is geen enkele andere streamer die dat soort introotjes maakt. Dus aan reacties te horen van de game providers kunnen ze dat wel waarderen. Tegelijkertijd is het ook zoiets dat ik niet van elke game provider de samenwerking openlijk mag aankondigen. Bij Booming Games toevallig wel, maar er zijn een heleboel anderen die dat liever niet willen. Ja, dus voor de slimmerikken onder jullie kunnen jullie ook zien van als er dan een videotrailertje is, dan ben ik in ieder geval met die partij in gesprek. Wil niet, overigens niet zeggen dat ik er al een deal mee heb. Met een aantal, of met een merendeel eigenlijk wel. Maar het kan ook zijn dat ik de trailertjes gebruik om, ja, ik wil niet zeggen de game provider te paaien, maar ook weer een beetje wel. Om te laten zien een beetje van, joh, zo komt het er dan uit te zien. En dan hoop ik, ja, toch wat meer kansen maken als ik die gesprekken inga. Dus ja, zie die video's meer voor erbij. Dus die, ja, ik zeg al, die upload ik ook met name voor mezelf. Als je het niet interessant vindt, gewoon lekker overslaan. De streams die ik afgelopen week heb gedaan, dat was dus ook een soort van test. Ook voor te kijken hoe ik het zelf allemaal in moet schieten. De planning is eigenlijk een beetje dat ik straks, dus vanaf januari ongeveer op woensdag, een stream ga doen. Dat zal dan een soort kleine stream zijn. En op zondag zal dan een hoofdstream zijn. En met een kleine stream bedoel ik dat ik bijvoorbeeld live de bonus hunt ga doen. Voor een bepaalde provider of meerdere providers. Het kan ook zijn dat ik bijvoorbeeld dinsdag en donderdag een paar mini-streampjes doe. Dan moet ik nog heel eventjes voor mezelf even kijken. En ja, dat ik dan op zondag een hoofdstream doe. En dat ik alle streams van tevoren, ook minimaal 3 dagen van tevoren, aankondig. Voor mijzelf is die structuur ook fijn. Want als ik ja, 7 dagen in de week ga gokken, dan word ik zelf ook helemaal gek. Dus ik moet ook gewoon vast mijn rust pakken. En ook ik moet ook wat andere werkzaamheden doen natuurlijk. Dus dan wil ik eigenlijk overdag gewoon gaan werken. 2 of 3 dagen in de week vrijplannen voor een stream in de avond. Met wat uitzonderingen dagen later. En dat is een beetje het idee hoe ik het wil gaan doen. En door de week, tijdens die mini-streams, ja, kunnen er, even kijken, heb ik wat meer tijd om bijvoorbeeld te richten op de chat die voorbij komt. En ja, want als ik op zondag ga streamen, de afgelopen keer was het zo druk. Ja, dan kan ik niet iedere reactie die voorbij komt beantwoorden. Dat wil ik altijd wel heel graag, maar er komen er soms gewoon te veel binnen. Dus weet ook in ieder geval dat als ik een reactie niet beantwoord, dat niet is omdat ik die persoon niet leuk vind of iets dergelijks. Dat is gewoon omdat ik pik er een paar uit en ja, anders is het gewoon voor mij niet meer te doen. Bovendien is het ook zo, als ik aan het streamen ben, dan misschien dat het nog gaat wijzigen als ik meerdere keer ga streamen. Maar ik zit soms ook in een halve trance. Ik had zelfs ook wat familieleden die af en toe meekijken en dan mijn berichten had ik gestuurd, die had ik ook niet beantwoord. Ja, dan soms zie ik berichten en soms reageer ik er zelfs op. Maar soms heb ik pas de dag erna, als ik zo'n stream terugkijk, dan denk ik van, oh, wat heb ik nou toch gezegd? Of ik kan me niet eens herinneren dat ik de antwoord heb gegeven. Dus ja, ik weet niet wat het is, maar dan zit ik in een soort spanning. En de spanning van het gokken natuurlijk, maar ook ja, de adrenaline die erbij komt kijken van het livestream. En dan zit ik in een soort trance. Dus ja, vergeef me als ik niet iedereen reageer. En mocht er echt iets belangrijks zijn, dan zou ik je gewoon willen vragen om, stuur dan altijd even een mailtje naar info@nedergaming.nl. En dan reageer ik in principe altijd. Weet wel dat af en toe er wat vertraging kan zijn in de reactietijd. Ook dat heeft er meer mee te maken dat bijvoorbeeld net na een stream krijg ik vaak heel veel mailtjes binnen. En ook heel veel reacties onder de video's. En tegelijkertijd moet ik dan vaak ook nog even een dagje ja, bijkomen van de stream, moet ik eigenlijk zeggen. Want soms, ja, dat kost ook al stiekem wel aardig wat energie. Dus dan, meestal pak ik dan een avondje of zo om even alle mailtjes te beantwoorden. Of net zoals vandaag, zo'n regenachtige dag, dan ga ik lekker alle reacties op YouTube bijwerken. Dus ik doe mijn best wat dat betreft, maar ja, soms is het zoveel dat het gewoon echt niet bij te houden is. Maar goed, dat is één ding. Daarnaast ben ik dus ook met een heleboel partijen in gesprek. En dat is ook de reden waarom ik de structuur nog niet helemaal kan indelen. Omdat heel veel zaken zijn nog onduidelijk. Er zijn nog wat contracten die getekend moeten worden. Er zijn wat nieuwe partijen die erbij gekomen zijn waar ik de komende weken een gesprek mee heb. Daarnaast komen de feestdagen er natuurlijk aan. Dus december gaat een hele drukke maand worden. En ik ben er zelf ook een impulsief iemand. Dus dat helpt ook niet mee. Ik hou niet echt van structuur. Maar ik ga het wel doen. Want ook omdat het voor mezelf gewoon goed is. Dus ja, ik ga proberen in ieder geval die streams van tevoren aan te kondigen. Maar ik ga er maar vanuit dat dat pas vanaf januari en dergelijke is. Ik ben dus ook een aantal platformen aan het testen. Dus in eerste instantie Twitch. Dadelijk komt Kick bij. Misschien dat ik ook via Discord ga livestreamen. Ik heb al een Discord kanaal, maar daar moet ik nog een beetje in gaan duiken. Dan ga ik nog iets uitgebreider doen. Hetzelfde geldt voor Twitch en Kick. In eerste instantie ga ik daar niet heel veel aandacht aan besteden. Maar dan ga ik langzaamaan ook daar via die kanalen een ja, wat meer focus op leggen. Maar voor mij is het gewoon belangrijk dat ik eerst een structuur heb en dat ik vanuit daar stap voor stap ga werken. Want los van het feit dat ik helemaal overloop qua werk momenteel, ja, komen we ook en dan krijg ik tal van ideeën en vragen en reacties en verzoeken. En ik vind het allemaal fantastisch hoor, dus het is hartstikke leuk. Ja, ik heb maar twee handen, dus ik kan niet alles tegelijk. Dus ik heb gewoon voor mezelf besloten ook van, ja, het is allemaal mooi, maar ik ben Malle Piet niet. Ik doe het gewoon lekker op mijn eigen manier, lekker rustig aan. Ik ben ook een beetje eigenwijs, dus ja, dat zullen jullie wel gemerkt hebben. En ik ben een Indo, dus dingen kunnen soms net wel langer duren dan van tevoren gepland zijn. Maar weet dat het in ieder geval met de goede bedoeling is. Maar ik ga stapsgewijs wat zaken doorvoeren. Zo heb ik ook bijvoorbeeld bij het... ja, bij het scherm zelf, wat jullie nu hier in beeld zitten. Ik heb hier onderaan heb ik bijvoorbeeld ook de tekst. Staat hier nu: volg Nedergaming op Kick, Twitch en YouTube. Elke 40 seconden wijzig ik die tekst. Dan komt er daar bijvoorbeeld staan, weet ik veel, voorkom spijt, stop op tijd. En nog een paar. Oh, kijk, nu staat er toevallig like en subscribe. Followers get rewarded. Ik heb er bewust voor gekozen om het zo neutraal mogelijk te maken, zodat je het eigenlijk niet ziet, maar dat het... Ja, voor de geïnteresseerden, dat er wel wat dynamische info is. Want ik hou zelf niet zo... Ik wil, wat je wel eens bij andere streamers ziet, dat er een complete kermis voorbij komt. Met toeters en bellen en lichtjes en lampjes. En daar wil ik eigenlijk ver weg van blijven. Ik wil het zo clean mogelijk houden, zodat de focus op het gokken zelf komt te liggen. En ja, nou zeg ik dat. Nou heb ik toevallig vorige keer die intro gedaan met dat dansje en een muziekje erbij en... Ja goed, dat was een beetje een comeback stream en ik had er gewoon extra veel zin in. En ik heb wel eens af en toe, ik ben in principe een hele rustige jongen, maar heel af en toe heb ik eens een keer een gekke bui en dan doe ik zoiets. Maar ik wil het eigenlijk gewoon strak houden. Dus net zoals die videotrailertjes, die komen dan aan het begin van de stream. Ook niet te lang, gewoon hooguit een minuutje of zo. Daarna lekker streamen. Misschien nog een outrootje en klaar ermee. Maar ik heb bijvoorbeeld zo'n Nederlands vlaggetje daarboven toegevoegd. En de datum en tijd, die verschuift af en toe nog wel, zie ik. Dus dan moet ik ook even kijken hoe dat precies zit. En zo zijn er 1001 dingetjes. Maar ik ga het stap voor stap doen. Maar ik pik dan de voor mij belangrijkste dingen eruit. Zo had ik bijvoorbeeld tijdens de livestream, kreeg ik aardig wat donaties binnen. Nou, weet dat echt niet noodzakelijk is. En ook daar komt trouwens een alternatief voor. Want die donaties, dat is leuk, maar YouTube pakt daar de helft van. Maar ik heb nou een alternatief gevonden waarvan 90% naar mij toe gaat. Ja, niet dat ik alles wil hebben. Maar ook daar wil ik dan weer iets mee gaan doen. In de zin van dat ik dat gewoon opzwaar. Ik had bijvoorbeeld vorige maand 400 euro aan advertentieinkomsten uit Google. Of uit YouTube. En daar wil ik eigenlijk eventuele donatietjes bij opgooien. Zodat ik aan het eind van de stream bijvoorbeeld of een extra giveaway kan doen. Of een extra livestream met een giveaway of iets dergelijks. Dus ook dat soort ideeën liggen hier. En die ga ik op korte termijn uitrollen. Maar ik had bijvoorbeeld tijdens de live chat een aantal donaties gemist. Mo, sorry. Meerdere keren voor jou zelfs gemist. Maar goed, weet in ieder geval dat ik elke donatie waardeer. Ik kijk ook altijd de streams terug. Dus dan probeer ik altijd degene die gedoneerd hebben ook altijd nog even een persoonlijk berichtje te sturen. Al is dat soms vrij lastig, want je kan dan via de chat kan je weer geen berichtje sturen. Dus, maar goed, één bak ellende allemaal. Maar daar ga ik wel iets voor doen, dat ik in ieder geval of een geluidje hier binnen krijg of zo als er een donatie krijg. En dat is bijvoorbeeld dat alleen ik die hoor. Maar het kan ook zijn dat ik, je hebt dan via Stream Elements. Kijk, ik hou niet van een kermisje, maar misschien af en toe wat kleine dingen, omdat ik toch geen honderden donaties binnenkrijg. Ja, je kan van die alerts op je scherm toveren. En ik ga het niet zo uitgebreid doen zoals je hier op het scherm ziet. Maar dan misschien links klein of onderin waar nu die tekst staat, dat het vervangen wordt met een tekstje van joh, Mo heeft een eurotje gedoneerd of iets dergelijks. En dat is ook als een soort van waardering dat degene die gedoneerd heeft dat ook de erkenning voor krijgt op het scherm, maar ook voor mezelf dat ik in ieder geval geen donaties meer mis, want ik voel me dan soms wel lullig. Als iemand dan, er was laatst iemand die had 20 euro gedoneerd, of soms een tientje of 5 euro. Ja, dat ik denk van, ja, dat is toch best wel wat geld, in die zin dat om zomaar aan iemand te geven die je die kent, om het zo maar te zeggen, of die je volgt. Ik blijf dat bijzonder vinden, maar ik waardeer dat enorm. Maar ik wil daar ook voor die mensen dus iets terug doen en zorgen dat ik in ieder geval die donaties niet mis. Daarnaast wil ik van alle mensen die in de afgelopen streams gedoneerd hebben, daar ga ik een speciale giveaway voor organiseren. Ik moet nog even kijken hoe en wat, maar dan zijn jullie inmiddels van mij gewend dat het af en toe een beetje vertraagd is. Maar daar ga ik nog zeker op terugkomen bij een van de komende hoofdstreams op zondag. Hetzelfde geldt, als ik nou toch aan het verontschuldigen ben. Ik zeg, het was een knettergekke week, afgelopen week. Los van de streams, achter de schermen is ook heel veel gebeurd. Ik ben nog bij een andere streamer langs geweest. En daardoor is het er helemaal niet van gekomen om de prijzen die de mensen bij de vorige hoofdstream gewonnen hebben, om die te versturen. Ja, dat is eigenlijk schandalig. En als excuus kan ik weer zeggen dat ik een Indo ben. Dus ik ben af en toe laks met dat soort dingen. Maar ik ga dat echt proberen om beter onder de knie te krijgen. Maar ik heb alles hier netjes geordend. Alle pakketjes zijn gesigneerd en getekend. Dus die gaan morgen, uiterlijk overmorgen, de deur uit. Dus die kunnen de mensen deze week nog, de winnaars kunnen die prijzen deze week nog in de bus verwachten. Of laten we het even ophouden, begin volgende week. Degenen die in Nedergaming terrein hebben gewonnen, die zullen waarschijnlijk nog een half week of een weekje langer moeten wachten. Maar dat heeft er meer mee dat ik eerst even moeten wachten tot iedereen alle maten heeft doorgegeven en dat soort zaken. En ik heb nou de bestelling in één keer de deur uitgegooid, maar dan gaat het eerst naar de webshop. Die stuurt vervolgens weer naar de drukker. Die stuurt vervolgens naar mij een goedkeuring. Dan moet ik weer de goedkeuring doorsturen naar de webshop. En dan wordt het pas verstuurd. En dan, daar zit altijd een paar dagen vertraging in. Daar kan ik verder ook niet heel veel aan doen. Maar ook daar ben ik naar alternatieven aan het kijken. Dus ik zeg al, ik hoef me wat dat betreft niet te vervelen. Maar alleen maar gaaf, want ik zeg al, ik doe het gewoon ook omdat ik het leuk vind. En Ja, dat is ook de reden waarom ik dus niet altijd om... dat die donaties in principe bijvoorbeeld van mij niet hoeven. Omdat ik moet gewoon mijn eigen geld verdienen. En dat probeer ik dan via te doen, via die samenwerkingen. Zodat ik overdag lekker aan het werk ben. En s'avonds kan ik dan... heb ik een extra budgetje ook om te gokken. Zo wil ik het een beetje in gaan schieten. Ja, nou zeg ik net van... In principe moet ik mijn eigen centen verdienen. Dus ik ga jullie niks vragen. Maar ik zou toch één ding willen vragen. Ik zeg ook consequent ben ik niet. Maar goed, dan zijn jullie inmiddels welke mens. Nee, maar dit is wel een cadeautje. Het kost jullie verder niks. 1 minuutje van je tijd. Maar als je me een heel groot plezier wil doen. Iedereen die 24 jaar of ouder is. Ga even naar Google. Vul als zoekterm Nedergaming in. Zorg dat wel dat je ingelogd bent bij Google. Dat is wel belangrijk. En klik vervolgens op het eerste resultaat, dat is nedergaming.nl. Als je daarop klikt, kom je bij mij op de website uit. En ja, dat is het eigenlijk. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Maar dan moet je wel 24 jaar of ouder zijn. Ik moet namelijk over 4 dagen moet ik weer de statistieken doorgeven aan alle casino's. En altijd gezeik met die wetgeving. Maar ik moet dus elke maand aantonen dat al mijn bezoekers op de website, of tussen 95% ouder is dan 24. Maar door al het streamgeweld de afgelopen weken, ja, zijn de updates op de website en dergelijke, dat is een beetje bij ingeschoten. Dus ja, om de cijfers wat op te krikken zou het top zijn als jullie dat even de website bezoeken. En ik zeg wel, het liefst dus gewoon via google.nl of .com, dan als zoekwoord Nedergaming invullen en dan op het resultaat klikken, nedergaming.nl, de website openen. Liefst eigenlijk nog een paar pagina's bezoeken, maar dat hoeft eigenlijk niet. En je moet dus ingelogd zijn, want als je ingelogd bent bij Google, dan wordt via een code aan de achterkant op mijn website, kan de leeftijd gecheckt worden door Google. En ik moet via Google Analytics, die moet ik uiteindelijk aan de casinos overhandigen. Als ik namelijk onder die 95% zit, dan ben ik alle deals met de casinos meteen kwijt. Dus voor mij is dat wel heel belangrijk. En ik snap dat dat voor jullie niet zo belangrijk is. Maar mocht je een minuutje over hebben, ja, weet in ieder geval dat ik het op prijs stel als je dat heel eventjes voor mij zou willen doen. Het volgende puntje is dat ik eergisteren ben ik bij een andere Nederlandse streamer geweest, 30 Days Player. Michiel om precies te zijn, hele goede gast. En ik heb ook redelijk goed contact met hem. En hij doet 1 keer in het jaar altijd een donatiestream. En een donatiestream... Ja, eigenlijk gewoon een casino stream, waarbij hij tijdens de stream geld ophaalt en dat vervolgens doneert aan het goede doel. En ik heb het geverifieerd. Het is niet zo dat zijn goede doel zijn vrouw is. Dat zou ik misschien doen, maar nee, al de gekheid op stokje. Nee, maar het wordt echt aan een goed doel gegeven. Dus dat geld komt goed terecht. Hij heeft volgens mij iets van 4000 euro opgehaald. Er zijn wat casino's die hebben wat geld gedoneerd. En ja, hij maakt er een heel spektakel en feest van. Elke keer als hij een donatie binnenkrijgt, dan ging er zo'n partypopper met zo'n knal af. Hij had zelfs een confetti-kanon en een bladblazer en weet ik van allemaal wat. Ook leuk om te zien dat voor mij persoonlijk is dat... Ja, ik zo ook meteen kon kijken, hoe doen andere streamers het? En wat voor apparatuur hebben zij? Hoe gaan hun om met de chat en met effecten en de camera's, microfoon, etc. Wat hij bijvoorbeeld heel gaaf gedaan had, dus als er een donatie gedaan wordt, hij had wat licht hier boven hangen. En als er een donatie gedaan wordt, kleurde al die lichten rood, zodat hij kon zien van, hé, er is een donatie gedaan. Daar wil ik niet zo'n kermis van maken. Want ja, bij hem was het echt een gigafeeststemming, maar tegelijkertijd een gigapuinzooi, maar dat zou ik zo meteen laten zien. Maar dat, ik heb daar zeker wel wat leuke ideetjes ja, mee opgedaan. En het was voor mij ook gewoon keileuk om een keer mee te maken en om te ervaren. Ook wel heel onwennig. Kan je misschien ook wel zien als je het terugkrijgt. Maar dat was meer omdat hij streamt altijd in het Engels. Dat doe ik natuurlijk nooit. Dus ik vond het heel raar om dan in één keer in het Engels mee te gaan lopen praten. En ook, want hij deed ook een bonus hunt en dergelijke. Om dat wat termen en zo allemaal in het Engels te doen. Nou spreek ik op zich oké Engels. Maar ja, met in mijn emotie en zo ben ik dan toch geneigd om bijvoorbeeld Nederlandse dingen te gaan roepen. Dus ik heb wel eens gedacht om er ook een Engels kanaal bij te doen. Ook omdat ze in de politiek bezig waren met de gokwet terug te draaien. Ik dacht van ja, dan moet ik toch wel een soort van backup hebben. En ik was wel heel erg benieuwd hoe ik dat dan zou doen. Als ik dan bijvoorbeeld zou gaan gaan juichen of zo. Dan, om er dan toch Nederlands woorden eruit te gooien. Of dat het dan heel raar overkwam. Of dat, ja, ik weet niet. Dus dat was voor mij dan wel weer leerzaam. Maar het was ook heel gaaf. Hij heeft in zijn tuin, zeg maar, had hij een schuur ingericht als een soort mancave. Je ziet daar achterin ook een gokkast. En een, ja, heel die ruimte is ingericht voor hem om te streamen. En dat is wel heel gaaf. Hij had ook meerdere camera's. Dat is ook iets wat ik... daar was ik al mee bezig. Nou, ik wil het niet zo gek doen als dat hij het doet. Maar het was mijn bedoeling om nog één zijcamera te doen. Zodat ik kan wisselen. Dat je me zo van voor ziet of van de zijkant. Maar dat je ook bijvoorbeeld van de achterkant ziet. Zodat ik, zeg maar... hoe ik naar mijn scherm kijk. Dat is misschien ook wel leuk per afwisseling. En dat jullie ook meteen zien... Ja, waar ik tijdens de stream allemaal mee bezig ben. En dan moet letten. Dus... ja, dat is het een beetje. Ik ga hem heel even een paar stukjes of heel even op play zetten. En dan kijken we even een paar seconden en niet te lang. Maar dan, degenen die dat interessant vinden, gaan naar 30 Days Player. Je ziet zijn naam hier links onder in het beeldscherm staan. Bezoek ook even zijn kanaal en dan kan je de video terugkijken. Maar ik kan jullie wel zien wat voor puinzooi het was. Want het is net met het confetti kanon of gevecht, nee, confetti gevecht zo te zien. En ik moet zeggen, toen ik thuis kwam... Joh, ik stond onder de douche en ik poepte gewoon confetti uit. Er lag daar bij hem in het kantoor ook een meter confetti. Dat is serieus niet overdreven. Dat is echt niet normaal. Maar wel heel gaaf een keer mee te maken. Net carnaval. Ja, er was dus gewoon een mega donatie gedaan. Deze was volgens mij van 7,11. Dus dat was wel heel gaaf. Ook leuk om te zien dat er een aantal mensen mij herkenden in zijn chat. En ik herken ook een aantal mensen zoals Berry, Dennis en dergelijke die ook bij hem voorbij kwamen. Nou, ik was wel blij dat het niet bij mij thuis was. Want, oh man, als dat allemaal zo tussen... Kijk, ik ben... Nou, ik wil niet zeggen, ik ben netjes, totaal niet. Maar om nou een meter confetti in mijn huis te hebben, daar zou ik ook helemaal gillend gek geworden. Maar goed, aan de andere kant, ja, dat heb ik zo opgeruimd. Ook allemaal tussen zijn keyboard en zijn streamdeck zag je, zijn muis zag je niet eens meer. Dat was wel heel gaaf. Maar het was één grote puinzooi. Maar leuk dus voor mij om een keer mee te maken. En ja, kijk zeker ook een keer zijn kanaal. En zoals jullie van mij gewend zijn, ik ben weer veel te lang aan het houden horen. Dus op één, ik weet niet wat het is, maar op één, en dat zeg ik al, zelfs als ik zo'n filmpje opneem, dan komt er een soort adrenaline in me los. Terwijl ik normaal best wel een rustig persoon ben hoor. Dus ja, ik ga er even een einde aan breien. Wat wel goed is om te... Oh, nog één dingetje trouwens. Is dat ik krijg dus ook... Ik heb een aantal verzoeken gekregen van mensen die samen willen gokken. En die bijvoorbeeld... Eentje zei bijvoorbeeld... Zo, kunnen we niet met... kan niet iedereen bijvoorbeeld die dat wil... Een tientje inleggen of €100 of €200 of wat ze ook willen. Dat ik dan ga spelen. En vervolgens delen we het geld weer afhankelijk van wat er gewonnen is. Dat soort dingetjes... Ja, ik ga dat binnenkort misschien even oppakken. Maar ik moet dat ook even navragen of dat wel mag. Want in Nederland zijn de regels weer zo streng. Ik mag niet zomaar met andermans geld gaan spelen. En ik mag ook niet zomaar bijvoorbeeld geldprijs mag ik ook niet weggeven. Dus dat zijn allemaal dingetjes waar ik allemaal in aan het duiken ben of na aan het vragen ben. Maar weet dat ik in ieder geval wel mee bezig ben. Ook met een real-time meeting. Er was laatst eentje die had een eigen gokhal. Die vroeg of ik daar kwam een keer wilde gaan spelen. Dat soort dingen, dat ga ik zeker wel doen. Misschien als het iets mooier weer wordt. Maar dan ook een keer... ik moet eigenlijk nog een goede laptop kopen. Dat ik echt op locatie kan gaan livestreamen. Maar goed, daar ben ik mee bezig. Maar ik zeg altijd, er zijn zoveel van die ideeën. En ik kan ze niet allemaal tegelijk doen. Maar alle ideeën zijn welkom. En die krijgen een plekje op mijn to-do-lijst. Ja, en dat was het eventjes voor nu. Dan ga ik nu even een hapje eten, even een pizza naar binnen schuiven, een kopje koffie drinken, een Red Bulletje er doorheen en een sigaretje. En dan hou ik het voor gezien voor vandaag. En ga ik lekker even Netflixen. Dan wens ik iedereen in ieder geval een fijne dag. En dan zie ik jullie snel weer. Oh, wacht, nog één ding. Ja, afgelopen week dus veel livestreams geweest. Komende week zal het iets rustiger zijn. Misschien dat er nog eentje gaat komen, maar reken er maar niet op. Maar goed, je weet bij mij nooit. Maar ik verwacht dat ik de komende week even wat rustiger aan ga doen. En dan ga ik net na Sinterklaas of zo ga ik het gas weer indrukken. Tot aan Kerstmis. En dan doe ik even een weekje bijna niks, denk ik. Maar goed, dat was het voor vandaag. Dus iedereen alvast fijne feestdagen. En ja, bedankt weer voor het verdragen van mijn langdurige gebrabbel. Jee.